IBD of chronisch inflammatoire darmziekten zijn chronische ontstekingsziektes van de darm, waaronder we ziekte van Crohn en colitis ulcerosa als de twee belangrijkste ziektes kennen. Het zijn typisch ziektes van jonge mensen. Ze beginnen rond de leeftijd van 15, 25 jaar. Het zijn ziekten voor het leven waarvan we de oorzaak nog niet kennen. De ziektes hebben een heel belangrijke impact op de kwaliteit van leven. Want tot een kwart van de patiënten met colitis en meer dan de helft van de patiënten met ziekte van Crohn dienen in de loop van hun leven heelkunde te krijgen met wegname van dikwijls grote stukken dunne of dikke darm. In dit project gaan we deze ziekte proberen aanpakken op een andere manier. We gaan de darmflora gebruiken om deze ziekte te genezen. We doen dat op 3 verschillende manieren. Ten eerste gaan we fecale transplantatie verder bestuderen. In fecale transplantatie nemen we eigenlijk een gezonde darmflora van een gezond individu en die brengen we in bij patiënten met een ziekte. En we hopen zo de natuurlijke balans tussen de mens en zijn darmflora te herstellen. In de tweede manier gaan we probiotica ontwikkelen. Probiotica zijn gunstige bacteriën die we eigenlijk als medicijn gaan gebruiken. Er zijn verschillende vormen van. Een van de methoden die wij gaan toepassen is het maken van bacteriële cocktails, waarin we gunstige bacteriën gaan samenbrengen en zo een nieuw ecosysteem proberen maken en dat eigenlijk als medicijn te gebruiken, weer om die darmflora te gaan herstellen en dan de ziekte te gaan genezen. De andere methode is eigenlijk om bestaande probiotica, die we eigenlijk al kennen, te gaan verbeteren, dat ze nog werkzamer zouden kunnen zijn in deze aandoeningen. En in dit geval denken we dan bijvoorbeeld aan gisten. In een derde aanpak willen we medicijnen die eigenlijk al gebruikt worden voor een andere aandoening gaan toepassen in IBD. We hebben gezien dat bepaalde van deze geneesmiddelen een gunstig effect hebben op de darmflora en we denken ze zo snel in te kunnen zetten, aangezien ze eigenlijk al veilig zijn bevonden voor menselijk gebruik. Ik denk dat de kracht van dit project zit in het feit dat we vanuit meerdere hoeken één probleem proberen aan te pakken. We weten niet welk van deze methoden gaat lukken, maar door allerlei verschillende strategieën te proberen, hopen we succesvol te kunnen zijn in het ontwikkelen van nieuwe strategieën. Ik denk dat de meerwaarde van dit project echt ligt in de nauwe samenwerking tussen enerzijds ons als clinici en anderzijds de onderzoekers van het VIB. Wij hebben klinische vragen. Wij kunnen die aan de VIB-onderzoekers stellen. Zij gaan daar onmiddellijk mee aan de slag en zij reiken ons oplossingen aan en wij kunnen die heel snel vertalen naar onze patiënt toe.